Wat ik graag wil laten zien is een stukje Zuid-Afrika. En we hebben zulke mooie producten. En waarvan één is dus de sour fig of het zuurvijgie. En dat is een plantje en daar gaan we de zaden van gebruiken. Dat is een zoutzurige gel die er in het zaadje zit. Dit zijn de zaden van de bloem. Als de bloem dood is en het uitgedroogd is, dan snijden we dit open en dan druk je zo. Dit is de sour fig gel. En dat is zout en zuur. Het is de umami van Zuid-Afrika. Dus nou, dat gebruiken we puur zoals het is, omdat het zuur en zoutig is. Als een soort marinade voor de crayfish. Een West Coast crayfish hier uit Zuid-Afrika. En dus dat gaan we marineren. En dat gaan we serveren met een salade van waterbloemetjes. Een waterhyacint die hier in de dammen groeit. Oké, dus dit is de sour fig of de vijgjes. Ze komen in vele kleuren, ook in oranje en geel. En ze groeien eigenlijk zo. Het is een soort bodembedekker. Voornamelijk aan het strand. Daar is het eigenlijk begonnen. Endemic, dus het is hier begonnen in Zuid-Afrika, deze plant. En het groeit heel erg veel op de duinen. Maar het groeit ook heel erg hier in het dorp. Dit is van om de hoek bij mijn huis. Dus dit is de bloem. En als die bloem uitgebloeid is, hou je dit over. In de zomer blijft dit zo op dat plantje. En dat droogt uit. En dan hebben we dat bruine zaad waar ik net... Dus hier zit al de seed, die zit al hierin. En wij laten het vooral zoals het is. En dit is dan, zeg maar, vele zaadjes uitgedrukt. En dan heb je dit. Dan hebben we hier de waterbloemetjes. Die groeien op hele lange stengels in de dammen. En die krijgen dan van die witte bloemetjes hier. Dit is net uitgebloeid, deze. En het heeft een hele frisse geur. En ik vind ze het lekkerste als ze niet te veel gekookt zijn. Maar ze worden in Zuid-Afrika veel gebruikt in de traditionele keuken. Of de boerenkeuken. Dan wordt het gestoofd met lamsvlees en tomaten. Dus dan wordt het helemaal zacht. En het is ook weer een soort vetplant. Dit is de Zuid-Afrikaanse crayfish. Nou, dit is eigenlijk de grootte waarop je ze uit de zee mag halen. Je krijgt ze natuurlijk ook veel groter. Maar voor ons menu is deze grootte eigenlijk perfect. We hebben de crayfish voor 1 minuut in kokend water gepocheerd en uit het vel gehaald. Dus hij is een klein beetje gegaard aan de randjes. Dus het is mooi rauw. Dan ga ik het eigenlijk overgieten met het zaad van die sour figs. In plaats van het citrus of het citroen of de lime gebruik ik de sour fig. Ik zet hem even in de koelkast. De waterbloemetjes. In het begin van het seizoen zijn ze heel klein. En dan worden ze al hoe groter. Dus ik snij ze iets meer in kleinere stukjes. Maar ik wil juist het frisse van die waterbloemetjes. Dit is een olijfolie die wordt gemaakt in Zuid-Afrika, Morgenster. Dat wordt geperst met de schil van de citroen. Dus het is de citroenolijfolie. En dan heb ik een azijn, een rode wijnazijn. En die is behandeld met fijnbos. Ja, dat groeit wild, vooral in de Kaap. En een daarvan is boegoe. Er ligt heel veel boegoe te drogen daarboven. En ook kapokbos. Dus dat is de geur van Zuid-Afrika. Ik vind het ook heel fijn. Het is een hele milde azijn. Dus ik ga er een soort kleine dressing van maken. Een beetje zout. En dan ga ik dan even deze waterbloemetjes mee behandelen. En dan ga ik ze in een warme pan even heel snel aanbakken. Zodat ze net iets warmer en iets zachter worden. Het is ook heel leuk om ze op deze manier te behandelen en dan te grillen. Dus dan krijg je een beetje dat smoky van een grill erbij. Omdat de Nederlanders natuurlijk het eerst waren hier als vreemdelingen, heeft die Nederlandse keuken echt groot invloed gehad op de Zuid-Afrikaanse keuken. En dat vind je heel erg terug in stoofpotjes. Ja, en het vinden van edible vegetables. En dat gebeurt nog steeds eigenlijk. En dat werd een soort mengelmoes tussen de Nederlandse keuken en de slaven die toen uit Maleisië werden gehaald, zeg maar. En die gingen dan hun eigen twist geven aan de Nederlandse gerechten. Dus zo is bijvoorbeeld ook babotti ontstaan. Babotti is dat gehakt gerecht waar alle kruiden in zitten.
waar dan een eierlaag op gebakt wordt. En ja, de slaven gingen dat koken in de keukens van de Nederlanders. En zo werden er natuurlijk een soort mengelmoesjes van gemaakt. En al die invloeden komen daar vandaan. Ook veel gepekeld en preserves met suiker. Oké, dus die zijn net warm. Een soort warme marinade eigenlijk. Ja, dus als je het lang kookt, dan wordt het net als persieboontjes eigenlijk een soort bruine, donkergroene kleur. Terwijl het warm is, ga ik dan een heel klein beetje rauwe rode ui door. Dat is een bordje, hè? En dan hebben we ook nog wood sorrel. Dus de wilde zuringen. En nu leg ik hier de kreeft. Dus die is gemarineerd met de sour fig. Leg ik daar over de waterbloemenkies. Dus die kreeft is natuurlijk zacht. En heeft dat zuurige, zoutige van de sour fig. En de waterbloemenkies hebben juist ook weer een beetje zuurig van de fijnbos azijn. En de olijfolie. Maar die zijn nog knapperig. En daar zit dan die zuurige wood sorrel bij. Dit is een popcorn van sorghum. Dus sorghum is een Afrikaans graan. In de Xhosa-cultuur wordt daar bier van gebrouwd. En dat is een soort gefermenteerde pap. En die worden dan in die kleipotten wordt dat gedronken. En ook als een soort groepsactiviteit rond het vuur. En dat was het delen van een sorghumbier. Ik vind het niet echt lekker en ik heb het liever in deze formaat. Maar we gebruiken het ook als een graansoort op het bord. Dus ik neem een beetje popcorn. En dit is wat crispy quinoa. En dit zijn de bloemetjes van de zuring. En een klein beetje van de beetroot shoots. Een soort crispy salad. Dus dat geeft dan een beetje een crunch en ook een beetje het notige van de popcorn. En voilà, een crayfish salad à la South Africa. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.